Goedemorgen. Slapen? Ja. Wat een fijn wakker momentje. Hè? Dit zijn goede vitamine. We hebben lekker de luiken open gedaan vanmorgen. Zo lekker van mijn kopertjes en gelijk. Kijk eens, Walu. Zo fijn uit. Welkom trouwens bij dag 2 op Zakynthos. We waren wel vroeg wakker vanmorgen, 5:30. No. Het is Nederlands tijd 4:30, dus een uurtje later. Maar ja, we hebben wel goed geslapen. Het was fijn. Echt super fijn. En kijk even. Daar zit de poolbar en het zwembad. Oh, hoe fijn zo dichtbij. En dat hoor je totaal niet, hè, op de kamer. Dat is wel heel fijn. Nou, wij gaan op naar de bakker. Daar appels erin zetten. Ah. Op naar de bakker. Lekker broodjes halen. We hebben al beleg gehad gisteren bij de supermarkt. Ja. We moeten eigenlijk nog wat melk en chocolade hebben. Maar ik kan er vanavond wel halen. Ja, precies. En morgenochtend lekker bij het ontbijt. Nou, we zien jullie zo meteen alweer als we lekker aan het ontbijt zitten. Lekker even bij de bakker geweest. Daar zien jullie nu wat foto's van. Kijk hier een bord. En dit is Milos naast de bakker. Het ziet er heel gezellig uit met al die oude bankjes en stoeltjes. Hoe is hier wel spray? Kijk! Naaimachine. Oh ja. Alle antieke dingen. Oh wat leuk. Singer. Oh wat geinig dit. Oh, die heb ik afgezitten. En al die fietsen. Ja. Leuk man. Kijk, oh, die projector van de. Ah ja. Dat is allemaal oude dingen. Ja. Tof. Zie. De rapper. Ja, nog olie moet hebben. Ja. En vanaf het bakkertje, wat echt 5 seconden lopen is, ja, loop je zo weer terug het Trianon Place op. Oh, heerlijk in die zon. Oh, oh. Lekker warm. Ondanks dat we er pas één dag zijn. I love Chili. Fotootje. Wacht even. Zo, breakfast is served. Even kijken. Zo groot zijn de broodjes hier. Ja. Lekker wit bolletje kaas. Wat heb je nog meer? Feta met spinazie. Mm-hmm. En ik heb nog een croissantje. Nou, croissantje. Een croissant. Echt leuk. En zo dichtbij dat bakkertje ook. Ideaal. En zo lekker allemaal. Het zag er allemaal goed uit. Nou, we hebben net eventjes de welkomstmeeting van Sunweb gehad. Ja. Gezellig. Ja. Heel leuke mooie dingen informatie. Gehoord. Ze hebben leuke routes via een QR-code aan. Een map. Wacht. En een hele kaart. Oh, hij gaat hem even pakken. Wacht. Niet lang. Hey, rustig. Ik heb vakantie. Oh, hij heeft vakantiemodus. De map van. Ja, een hele grote kaart. Zakynthos. En dan hier. Dat zijn de routes ernaartoe. Scan de QR-code en je weet net hoe dat je moet rijden. Ja. Echt. Dat is top. Ideaal. Is ideaal. En ook voor een auto te huren, best via hun zelf. Ja. Die zijn op alles op de hoogte, ze checken alles. En als er iets gebeurt, dan zijn ze contactpersoon. Ja, precies. Dus ik denk dat we dat gewoon gaan doen in plaats van bij zo'n loesje autohuurder hier. Nou, ze zijn niet loes. Nee, maar ze willen gewoon. Ze kunnen hier nogal naaien, om het grof te zeggen. Ja. En nu gaan we eventjes naar Chilivi lopen, aan de andere kant van waar we gisteren zijn geweest. En misschien wel een pita gyros of een Griekse salade eten. En even bij het strand kijken. Dan gaan we nog wat eten.
Ja, dat weet ik. Dat is veel nauw, s'avonds. Ja. Dat is nou gewoon wel lekker. Je gaat wel zien. Tot zo. We zien dus net een bordje bij een winkel. 27 graden. Oh. En toen we achter het bordje stonden, was het 32 graden in de zon. Lekker, lekker. Dat is gewoon 5 graden verschil, zo. Hop, hop. Ja. Toen naar de andere kant van het bord te lopen. Hey, dat is goed, toch? Hm. En wij trappen daarin. Jij wel, ja. We staan nu op een zandbank. Een beetje in het Middellandse water. Zee. Nee, hè? Ionische. Ionische Zee, ja. Oké. Okay. Wel een deel van de Middellandse Zee. Ja. Heerlijk. Kijk eens even. Achter ons heb je het strand. En het is echt lekker het water. Dat hadden we niet verwacht. Oh. We komen dus net uit de zee. Even een stukje door de zee gewandeld. Hoor je dat niet, ouwe? Die slippers. Heel fijn. Heel fijn, ze lopen lekker, ze zien er niet uit, maar ze piepen als ze eten. Ja, dat is een nadeel nou. Ja, ja, maakt boeien niet uit. Teruglopend vanaf de strand, allemaal olijfbomen. Mooi is dat hier, hè? Ja. Voordeel aan een hotel met een poolbar. Lekkere pina colada. Alweer. Op het bedje. Ja. Dus. Nou. Jamas. Jamas. En het is alweer tijd voor eten. Allebei wel een beetje verbrand. Beetje veel zon. Dus we zijn niet helemaal lekker. Een beetje licht zonnesteekje. En nu lekker een pita gyros. En een gyros plaat. Hè? Mm-hmm. Ben benieuwd. Ik ook. En hier lekker zijn. En hier mag je dus nog roken in een restaurant. Ja. Dat is heel vies. Dat is echt niet fijn als je onderhoud weet dat er zo'n walm van sigaretten van 3 mensen onderhoud. Ja. Maar ja, ja, het is niet anders. Het is niet anders. En we hebben net een autootje gehuurd, hè, voor vrijdag. Ja. Leuk. Nou, we gaan lekker aan het eten. Het eten is geserveerd. Zie je er tegenop? Ja. Lekker, gyrospletter. En ik heb mijn Griekse pita gyros. Lekker, lekker. Eet smakelijk. Na het heerlijke eten bij Stassi. Iedereen zei van je moet voor pita gyros naar Stassi of naar Giroland. Giroland gaat pas 10 mei open. Ja. Dus dat was echt helemaal niks. We gaan oversteken zonder aangereden te worden hier. En nu bij Demetris. Lekker ijsje. Heerlijk. En dan zouden we nog een lekkere koffie. Koffie op terras bij het hotel. Living the good life. Ja. Na een dagje lekker aan het zwembad hebben gelegen. Lekker gegeten hebben net. Nu nog lekker een Irish koffie aan de bar. En dan zo meteen naar de kamer. Ja, je hebt hem al op, hè? Ik heb hem al op, ja. Dus lekker genieten nog van de Irish koffie. Ik heb er 2 staan, want de eerste was met verkeerde melk, zei hij. Maar is ook lekker. Dus. En een beetje gezellig babbelen met... Ja. Bartender en zijn vrouw. Ja, precies. En dan zien we jullie denk ik morgen weer. Ja. Ja, de vlogjes zijn niet zo lang per dag, dus we koppelen ze maar gewoon. Tuurlijk. Nou, en vanavond krijgen we dus een... Vodka Blueberry. Ja. En is weer eentje van de zaak. Gisteren hadden we eentje met vodka karamel. En nou vodka Blueberry. Nou. Jamas. Oh. Die is lekker. Die man maakt dan ook een list voor ons. Nou, we zien jullie morgen. Hè? Fijne avond. Nou, we zijn nog even terug. En nog één. Want we hebben er nog één gekregen. Apple sour. Ben eens benieuwd. Hey. Ja, Bas.
Oh. Oh. Die voel je wel. Oh, dat is van die jawbreakers. Yamas. 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 Real good. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn allebei een beetje moe. Vannacht heeft de buurhond echt enorm lopen blaffen. En toen die ophield met blaffen, toen ging de haan kraaien. En toen was het 4:30. Juist. We gingen pas rond 12 uur slapen of zo. Ja, zo goed. Dus vroege ochtend. Maar we gaan ons klaarmaken om even naar de bakken te gaan. Lekker broodje halen, rustig ontbijten. En dan zien we wel wat de dag gaat brengen. Denk eventjes naar het strand. Het is prachtig weer vandaag. Dus we gaan ons wel weer vermaken. Ja. Vers brood gehaald. Lekker plakje kaas erop pleuren. En ontbijten maken. Sam weer lekker met zijn noedel. Ja, als je dat wil. Het zonnetje er nog bij. Dat is helemaal top zijn. Even op een uitkijkpuntje bij de Venetiaanse wachttoren. Waar stinkt het naar? Waar stinkt het naar? Pis. Oh, pieshokje dus. Heb je gezien? Nee. Echt een, zo'n gat van een mierennest. Oh, en die zijn groot? Aha. Bah. Maar beter niet gaan staan. Ah, nee. Zo, we zitten lekker even op het terrasje bij de Planet Bar, denk ik, ja, zo heet die. Ja. Lekker aan een Fanta Lemon. En een cola. En dan komt er baked feta, wat pas geleden ook thuis heb gemaakt. En jij had een Mediterranean salad. Dus ik ben benieuwd, we lekker eten. Heerlijk. Niks anders. Honger. Nou Sam, wat staat er weer voor ons op de tafel? Eten. En wat is het? Een salade. Een Mediterraanse salade. Lekker. En? Baked feta. Oh my god, dat is iets anders wat ik had verwacht, maar het ruikt heel erg lekker. Nou, eet smakelijk, hè? Ja, smakelijk. Kleine tip, als je naar Griekenland gaat, zorg altijd dat je minimaal iets van 100 euro op zak hebt. Want het restaurant waar we net hebben zitten eten, hadden ze geen connectie met de bank. Vervolgens het pinapparaat waar Sam toen die stopte ermee, dus dat ging ook niet. Dus even de andere kant van het dorp opgelopen en daar kon ik gelukkig wel geld binnen. Maar zorg dus altijd dat je een beetje geld achterhaalt. En we zijn weer teruggeplaatst naar
het terras. Ja. Lekker spelletje spelen, keer op keer. En een verrassingscocktail, dus ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Lekker. Zonnetje schijnt goed. Heerlijk. Vandaag even dress-up aan het spelen. Even allebei op netjes. Huh? En we gaan lekker eten bij Elia, zoals je daar kan zien. Mediterranean restaurant. En wat gaat het worden, Sam, vandaag? Oh, wel op zijn Grieks, hè? Wel op zijn Grieks. Ja, zoiets, ja. Nou, eet smakelijk. Nou, we zitten aan tafel. Weer al. Lekker besteld. Jij hebt een sirloinsteak. Met Jack. Oh, ja, die was niet klaar. Met Jack Daniel's saus. Ben is benieuwd. En ik heb een Griekse beef stifado. Ja, in Griekenland. Eet je Grieks? Ja. Ben benieuwd. Huh? De biefstuk komt op manier, dus het is ook een Griekse biefstuk. Oh ja. Ja. Nou, heb je honger? Nee. Het eten is geserveerd. We zitten nu bij Elia restaurant, zoals ik al had gezegd. Maar kijk even, jongens. Een sirloin steak, maar echt serieus lappie vlees, hoor. Ja. En met Jack Daniel's saus. Jack Daniel's saus. Ja. En een lekkere beef stifado. Beetje smakelijk. Ja, heel. Dat gaat wel goed komen, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel voor het kijken naar de eerste twee volle dagen hier. We hebben het enorm naar ons zin, hè? Ja, lekker relax. Zo fijn hier. Lekker aan de bar. Lekker wat eten. Wandelen, veel wandelen. Lopen, ja. Heerlijk, lekker wandelen. S'morgens is het goed te doen qua temperatuur. Hey, value. En s'middags werd het echt heel erg warm. En nu zitten we aan het ontbijt voor onze derde volle dag. Ja. Maar dat zien jullie weer in de volgende vlog. Vind je dit nou leuk? Vergeet liken. Delen. Subscriben. En? Dat is jouw woordje. Nee. Ja? Nee, ik doe het geluid. Ah, op het belletje drukken. Ding dong. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende.